Het is enkele weken voor de eerste opnames en het decor voor de Blind Auditions wordt volop gebouwd. Maar er moet nog muziek gecomponeerd worden, want een grote muzikale show heeft een herkenbare generiek nodig. Daarvoor komt John de Mol terecht bij componist en muziekproducent Martijn Schimmer. Nou, John zei tegen mij, ik vind het heel belangrijk dat het inderdaad live klinkt. Maar hij zei, ik vind het ook wel belangrijk dat het heel energiek is. Dat het heel veel energie heeft, dat het heel erg stuwt. Een van de ideeën die ik voor The Voice had, wat het uiteindelijk is geworden, is een idee waarbij ik heel graag wilde dat er... dat de bas omhoog ging. En ik wilde ook heel graag dat het stuwend was. Dus dan krijg je een beetje dit. Waar ik heel erg over aan het nadenken ben, is de structuur van vooral de melodie. En hoe snel kunnen we in 45, 30 seconden een melodie neerzetten die echt als een oorworm, zo noemen wij dat, blijft hangen. Zodra je die noten hoort, dat je weet dat dat programma begint. Piano. Daarna hebben we de drums opgenomen, dus je hoort echte drums. Blazers. In een later fase hebben we ook strijkers opgenomen. Vanzelfsprekend natuurlijk de bas die erin zit. Er zit veel gitaar in. Nou, en daarna natuurlijk ook nog de zang. This is the voice of Holland. Nou, dat dan alles op elkaar. Dan krijg je toch al... En ik wilde gewoon echt dat het rockte, zeg maar. En dat het heel hoog in energie is. En dat heeft het voor mij heel erg. En dat begint dus eigenlijk allemaal met dit. Dit is eigenlijk de basis waar je uit je begint.